Jongens, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag zijn we weer in het prachtige content. Wat is dit nou? Waar zijn we? Hallo. Jongens, vandaag zijn we niet zomaar in Content Veen. Wij zijn vandaag in mijn publiekelijke Minecraft server. Mijn eigen openbare Minecraft server waar jij ook gewoon lekker kan spelen. En ik dacht, weet je, de server is nu één dag open. De kanaal, of de video... server trailer is gisteren online gekomen. Laten wij vandaag even een rondleiding doen. Kijk, iemand is daar aan het aanbidden of zo. Ik weet niet. Dat gebeurt hier. Spannend! Laten wij vandaag even een kleine rondleiding geven over wat je allemaal kan doen in deze server. Gaan, weet ik wat allemaal. Want ik ga meerdere video's hiervan maken natuurlijk, jongens. Mijn eigen serie starten in Survival of Skyblock. Als dat niet mensen mij blijven slaan. Zou heel fijn zijn. Hey. Er staat nog gelijk gewandeld hier, hallo. Er zijn op het moment 150 mensen online, hartstikke gezellig. Jij kan ook gewoon joinen, net zoals Walletje achter me, hallo. Laten wij beginnen door eventjes naar Survival te gaan. Dat is natuurlijk het meest populairst, jongens. Zo, we zijn aangekomen in de Survival, jongens. In deze wereld kan je zoveel leuke dingetjes doen. Namelijk survivalen. Wauw. Dat is echt bijzonder. Wauw. Nee, maar ja, er zijn zoveel leuke dingetjes om te doen. Je kan leuke sleuteltjes openen dagelijks gewoon. Je kan op het scorebord staan en zoals hier Nootje is nu het rijkste persoon in de server. Wie weet ben jij dat wel binnenkort? Mensen zijn ook hier lekker al hun spulletjes die ze aan het survivalen, die ze tijdens de survival hebben gevonden, zijn ze in marktplaatsen aan het verkopen. Dus er staat van alles staat er online te koop wat je kan kopen van elkaar. Is er iets wat ik kan kopen? Ik heb 5000 euro. Wil ik iets heel graag van iemand hebben? Nee, we gaan niks kopen. Laten we even gewoon naar de grote wereld gaan en kijken wat mensen allemaal aan het bouwen zijn. Zo, hoppakee, aangekomen in de wereld. Alleen ja, mensen zoeken is natuurlijk een dingetje, want ja, ik ga ze niet zomaar vinden. Laten we even kijken of we wat mensen kunnen vinden. Ah, kijk jongens, we hebben de maatschappij gevonden. Iemand is hier, wat is hier aan het bouwen? Oh mijn god, dit ziet er echt cool uit. Is er ook iemand? Of, hallo? Is er iemand thuis? Wie zijn gebied is dit? Want je kan je land ook claimen, jongens. Oeh, ik zag nametext. Daar, kijk, daar zijn mensen. Wie is dit? Oh mijn god, is de hele community is hier gaande. We hebben hier Noah is hier bezig. Wie is dit? Motom. Daar zijn mensen. Oh, volgens mij ben ik bij een hele beschaving terechtgekomen. Een hele stad zijn mensen hier aan het bouwen. Ja, er is van alles gaande hier. Ik heb gewoon een hele stad gevonden, jongens. Oh my days. Kijk, hier zijn ook weer mensen. Twee mensen. Drie mensen. Oh nee, twee mensen zijn hier bezig. Daar is ook iemand. Oh, dat ziet er niet uit. Dat is lelijk. Hallo. Hallo, wat zijn we hier aan het bouwen? Mag ik binnenkomen? Oh, ik mag binnenkomen. Kijk, hier is je dingetje terug. Dit is het land van Douwe. Dit is zijn land. Hij is de eigenaar. Dat zie je rechts in mijn beeld. Kan je zien dat het land van Douwe is. Hallo, dit ziet er leuk uit. Sla Bertha en hij kilt je. Oké, wie is Bertha? Wie is Bertha? Wat leuk dit, jongens. Mooi ingericht zo. Ziet er goed uit. Ga vooral zo door. Auw, hij gaat me gewoon killen. Nee, nee. Hij slaat me ineens dood. Nee, waarom nou weer? Wat is dit? Wat is de reden hiervan? Ik kom zo vredig bij je op bezoek en dan slijm me. Nee, nee. Oh, er is hier nog een huis. Oh mijn god, er woont hier nog iemand. Help, help. Oh, er zijn zoveel dingen gebouwd, jongens. Hij wil me doodmaken. Dit is niet hoe ik het voor me had gezien om in de survival rond te lopen, jongens. Ik had vrede in gedachten. Ik had gewoon een normaal leven met misschien iemand kunnen opbouwen. Maar nee, ik word gelijk geslagen. Oh, hier wonen weer mensen. Oh, wacht, wacht, wacht. Het bootje heb ik nodig. Het bootje. Ah, dit is me dood. Ik ga dood. Niet doen. Niet doen, niet doen. Nee, nee, nee. Oh mijn god, omdat ik in iemands land ben. Oh, ik ben gered. Jongens. Oh, ik krijg een diamond. Vind ik aardig. Als je in iemands land staat... Dat zien jullie rechts in beeld. Zien jullie rechts land en dan Tycho Pet Pro. Dat betekent dat daar PvP uitstaat. Als je in iemands land bent, dan ben je veilig. Ik heb een diamond gekregen zelfs. Oh ja, dan kan je me bijna doodslaan en dan aanbidden. Wat wil je, man? Oh, ik heb wel een diamond gekregen. Maar als ik hier ga staan, dan kan hij me wel weer killen. Hier kan je me slaan. Ik heb de boot gestolen. Ah, hij zit bij me in de boot. Nou, laten we even kijken of we nog meer mensen kunnen vinden. Ik heb ook eten nodig. Ik heb echt eten nodig, anders ga ik dood. Ik wil niet doodgaan. Oeh, beschaving. Maar dat lijkt wel een verlaten beschaving. Dit is gewoon een oud cobblestone huisje. Weet je wat ik ga doen? Kijk jongens, we gaan marktplaats openen. Ik ga deze diamant verkopen. Voor 1000 euro. Hoppakee. Ik heb hem voor 1000 euro. Heb ik hem op marktplaats gezet. Waar staat hij? Waarschijnlijk op de laatste pagina. Daar is hij. Nee, dit is niet die van mij. Waar is mijn diamond? Oh, daar. Hij staat aan het begin. Voor 1000 euro. Jongens, join nu de server en kijk of jij mijn diamantje kan kopen. Als je nu snel de server joint, misschien staat hij er nog wel. Oh, hier is de andere beschaving die we net hadden gevonden. Zien dat deze vriendelijk zijn. Kijk. Hij heeft een emerald drink. Dat betekent dat je kan vliegen. Hoe cool is dat? Hallo. Gaan jullie me niet doodslaan? Ik heb ook geen eten meer. Heeft iemand eten? Ze horen me niet, maar... Misschien dat ik hongerig overkom. Misschien hebben ze gewoon kisten ergens. Waar ik gewoon eten uit kan pakken. Ik heb gevraagd. Gun een broeder eten. Alsjeblieft. Ja. Ja, we hebben 3 steek gekregen. Yes. Oh, dankjewel. Ja, dan in return krijgen jullie een lilypad en een sapling. Dat is nou even dealen hè, met elkaar.
Weet je wat ook leuk is aan een survival, jongens? Je kan ook leuke missietjes starten. Als je hier naar deze gast toe gaat, dan kan je met XP... Oh, daar heb ik 10 levels nodig. Ik heb er nu 3. Als ik 10 levels had gehad, kon ik een missie starten. Oh, deze guy heeft ook eten voor me. Hij heeft het gehoord. Dankjewel. Shout-out naar jou. Maar dan kan je missies starten en dan krijg je hele leuke beloningen. Maar... ik wil even een dagelijkse sleutel openen. En dan gaan we even kijken of we een van deze coole beloningen hier krijgen. Althans, we krijgen sowieso een beloning. Maar ik ben benieuwd wat voor beloning we krijgen. Met mijn dagelijkse sleutel. Die kan je elke dag 1 keer openen. En we krijgen... 5 gras! Yes! Het is best wel cool, jongens. Want gras heb je normaal Silk Touch voor nodig. En nu heb ik het gewoon uit een kreetje hier gekregen. Hoe leuk is dat? Jemig, wat is het druk hier in de span. Het leuke is, je hebt dus ook gewoon veel coolere dingen. Die kan je ook krijgen, jongens. Hier, bijvoorbeeld. Moet je zien. Je hebt ook een Valentijnskreet, hebben we. Krijg je gewoon Cupido's vleugels. Kan je krijgen, hoe leuk is dat? Hij heeft zijn move voor jou afgeknipt. Niet stoppen met slaan! Zo! Er zijn nu 173 mensen online. Mensen zijn hier lekker in de lobby een parcoursje aan het proberen. Maar wij gaan heel eventjes naar... waar gaan we heen? Zullen we even naar Creative? Even kijken wat daar allemaal te doen is. Even kijken wat iedereen gebouwd heeft. Hé, iemand heeft een focusdrinkflesje gebouwd. Oh, wat leuk. Oh, dat is echt cool. Ja, mensen zijn in deze wereld, jongens. Dan kan je een plot claimen. En dan kan je gewoon in jouw vierkantje die jij bemachtigd hebt... als je zegt van, die is van mij. Niemand anders mag je bouwen. Dan kan je die claimen en dan kan je gewoon dit soort dingen creëren. Gewoon werelden voor jezelf. Hoe leuk is dat? Iemand heeft hier een mooie paddenstoel gemaakt. Iemand is hier een groot gat aan het graven. Ook interessant. Het is een bezigheid van je dag. Ik bedoel, je moet maar willen. Oh, een grote draak. Oh, dat is cool. Dat vind ik heel cool. En bordjes hier allemaal. Wat is dit? Beoordelingen en cijfer. Graag onder je eigen naam en misschien nog leuke ideeën. Oh, dit heeft hem voor de mod. Alleen, dit is het stafteam. Die mogen reageren. Julian heeft een 9,9999. Oké, dan gaan wij even cijfer geven. Oh, hij ziet er wel heel cool uit, jongens. Oeh, ik vind hem wel heel gaaf. Enige is dat zijn hoofd niet helemaal klopt met de postuur van zijn lichaam. Een dikke 9 geef ik het gewoon. Ik geef het een dikke 9. Is dit die van jou, Linde? Oh mijn god, is dit echt die van Linde? Dat kan ik checken. Dit is het plot van Linde. Oh, dit is het plot van jou. Jij hebt deze draak gemaakt. Ik geef het een dikke 9. Met nog een ding eronder. Hoofd is net iets te groot. Anders 10. Zo, anders is het een 10. Het hoofd is net iets te groot of zo. Ik weet het niet. Maar daarnaast, ik kan dit echt niet, jongens. Ik kan niet zo organisch bouwen zoals dit. Nou, ik heb het een cijfer gegeven. Ah, hier hebben we allemaal leuke skins staan. We hebben hier... René, denk ik. Oh, dit is leuk om te zien, jongens. Dat mensen aan het bouwen zijn. Mensen zijn zo creatief, jongens. Oh, wat is dit? Parcours! Oh, er is een parcours gemaakt. Like a monkey, hoor je parcoursmap is een 10 out of 10. Oh, mensen zijn cijfers aan het achterlaten onder elkaar. Er zijn bijna 200 mensen online, jongens. Dus ben jij nou nog niet bekend dat deze server een ding is? Join dan gezellig eventjes. Dan kan je ook dit parcours proberen. Bugs of foutjes in het parcours. Oké. Okay. Weet je, ik ga wel gewoon parcours proberen. Er zijn 7 fases. Oh, mijn god. Oké. Okay. Fase 1, water. Dit is een soort watermap. Oh, dan nu, wat is dit? Fase 2, bomen. Oké. Okay. Wat is dit? Is een dropper, soort van. Oké. Okay. Fase 3, de mine. Oh, dit is cool. We zijn in de mine beland. Auw. Ik kan gelukkig vliegen, jongens. Geen zorgen. Fase 4, content veen. Is dit... wat is die content veen? Oh, dit is mijn hoofd. Dit ben ik. Dit ben ik, jongens. Oh, wat cool. Dit is echt heel cool gedaan. Dit vind ik echt leuk. En daar is Fred. Fred is nagemaakt. Wat leuk. Oh, dan moet je bouncen via zijn hoofd. Oh, dat snap ik. Oh, wie is dit? Wie is dit? Op wie sta ik? Is dit David? Ik weet het niet. Fase 5, wolken. Ah, oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. In één keer staat Smikkelbank hier. Fase 6, focusdrink. Hé, focusdrink? Oké. Okay. Nog mee bezig. Oh, hier is hij nog mee bezig. Is dit, dit is die van Smikkelbankie, denk ik. Smikkelbankie. Die is hier nog druk mee bezig. Ja, heel leuk. Heel leuk gedaan al. Oké, okay, jongens, voordat we naar Skyblock gaan, de laatste game die ik aan jullie vandaag ga laten zien, is er ook een leuk cosmetisch minuutje waarmee je zoveel rare dingen kan in de lobby. Hier, ik kan letterlijk een trampoline plaatsen. Hier, kijk. Hier, staat er een trampoline. Moet je zien, er zat gewoon een trampoline waardoor iedereen in de lucht in kan springen. Oh, dit ziet er zo dom uit waarschijnlijk van afstand. Hier, kijk, mensen zijn gewoon letterlijk in het... Dit is zo raar. Kijk, zijn er weer springen op de trampoline. Dit komt er voor jullie spelers nog aan. We zijn hier nog druk mee bezig. Op het moment kunnen Robin en ik, Robin is de andere eigenaar van deze server, kunnen we dit alleen nog maar met z'n tweeën doen. Maar binnenkort, zodra Cakewars hier over 6 dagen open is. En jongens, wat is Cakewars? Ik weet het eigenlijk ook helemaal niet. Moet je vanzelf wel zien over 6 dagen. Maar als dat open is, dat betekent dat jullie ook dit soort dingen binnenkort kunnen gaan doen. Oh, de trampoline is weg. Wacht, zullen het vast wel nog een keer. Hier, komt die jongens, komt die nog een keer. Trampoline, hoppakee. Veel plezier met springen. Het is zo raar. Die
is dat? Fietslot. Hallo. Oké, laten wij naar Skyblock gaan. Om eerlijk te zijn, mijn favoriete server, jongens, dit. Van alle drie de dingen die we tot nu toe aanbieden. Voor als je Skyblock namelijk nog niet kent, jongens, het is een heel simpel concept. Je loopt naar deze gast hier, eilandmenu. Dan klik je op hem. Creëer je een eiland. Ik doe lekker het originele eiland. Zo, dan is mijn eilandje aangemaakt. En dan kan ik nu, jongens, overleven. Letterlijk survivalen op dit kleine eilandje. En dan denk je, jemig, wat is dat simpel? Is het ook, maar er komen zoveel extra leuke dingetjes bij kijken hier. Want je moet natuurlijk wel even op een hele andere manier gaan overleven. En in survival heb je alles. Hier heb je alleen de bomen en de spulletjes die je in je kistje krijgt. Dat is even wat moeilijker. Maar alle extra dingetjes ga je natuurlijk hier in de spawn vinden, jongens. Je kan hier ook dagelijkse dingen krijgen, zoals een dagelijkse sleutel. Nou, daarmee ga ik lekker hier naartoe. Kan je ook weer net zoals in de survival gewoon een dagelijkse kreet openen. Jezus, wat is het een luid geluidje dit. Wat krijgen we? Oh, twee hoppers. Je kan kids krijgen. Maar het leukste vind ik, jongens, zijn de skills. Je kan hier namelijk elk dingetje wat je in Minecraft kan doen. Een boer zijn, verzamelaar zijn, mijnwerker zijn, visser, verzin het spring, hardloper, soldaat, verdediger, boogschutter. Dat kan je allemaal oefenen in Skyblock. Waardoor jij de beste kan zijn in bijvoorbeeld het vissen. We hebben hier iemand, Dutch Gamer Sophie, die heeft 203 vissen gevangen. Oh mijn god, heeft die al zo... Die heeft letterlijk al 203 vissen gevangen. Die staat nu bovenaan de lijst. Sta ik hierop? Nee, kijk, we staan hier wel. Ik heb wel 4 kills, maar iemand heeft al 25 kills gemaakt, Julian. Je kan je wederom dingetjes aan elkaar gaan verkopen en zo. Je kan ook alles zien, gewoon wat je wil, kan je kopen in het algemeen. Ik hoop bijvoorbeeld als ik een paddenstoel wil kopen. Nou, dan koop ik 1 paddenstoel voor 25 euro. Nou, heb ik een paddenstoel. En met 25 euro bedoel ik natuurlijk... 25 euro in het spelletje, niet in het echte leven. Hier, weet je, jij mag mijn paddenstoel hebben. Alsjeblieft, kijk, mooi paddenstoel, die is voor jou. Mag jij hem al hebben? 25 euro. En als je denkt, nee, maar dit is toch vet eenzaam op je eilandje alleen? Dat maakt helemaal niet uit, je kan gewoon letterlijk samen met elkaar spelen. Je kan gewoon zeggen, ik ga met z'n vijven gaan we op één eiland. Dat kan. Dat kan je gewoon doen. Als je dat leuk lijkt, kan je met z'n vijf op één eiland. Zo te zien zijn deze mensen al heel erg aan het grinden. En die hebben al emerald armor. Overigens is er ook een leuke PvP arena en zo waar je kan vechten met elkaar. Ik zit nu dan in creative, jongens. Maar normaal zou je even in survival zitten. Dat is even wat leuker voor jullie. Maar ik ga niet alles uitleggen, jongens. Het is vooral leuk om zelf een keertje online te komen. En even te gaan spieken wat je hier allemaal kan doen. We zijn nu samen met 200 man ongeveer online. Hartstikke gezellig. Dus nu is voor jullie de vraag, jongens. Willen jullie dat ik een survival serie start? Of willen jullie dat ik een skyblock serie start? Ik vind allebei even leuk, dus jullie mogen helemaal bepalen. Reageer nu in de reacties. Max, ik wil dat jij een survival serie start of een Skyblock serie. Eén van de twee. Jij mag bepalen. Oeh, en er is trouwens in de lobby, jongens, dan kan je mijn hoofd vinden. Als je daarop klikt, dan krijg je een content veenhunt. En ik ga jullie één andere hoofd verklappen die jullie ook kunnen vinden. Je moet ze allemaal vinden, alle hoofden. Maar kijk, hier stiekem, hier zit er nog één. Hoppakee, 3 van de 10 gevonden heb ik er al. Stel, je wist dat nog niet. Daar zit nog een overstopt. Dan wil ik dat jij even in de reacties achterlaat of jij ze allemaal hebt gevonden. Voor nu, jongens, was dit de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het was even een kleine rondleiding, zodat jullie weten waar jullie aan toe zijn. En wat er in de toekomst allemaal gaat komen. Ik ben hartstikke blij met de lancering van de server. We zijn er super trots op, Robin en ik. Kom gezellig even langs hier. Dit is het IP, vet groot in beeld. Dankjewel, Sebastian. Je weet wat het IP is. Hoop ik. Je bent een goede editor. Dit is het IP van de server, jongens. Hier, kijk, komt nu zelfs een tekstje onder. 1.19.2 of 1.19. En nog een tekstje eronder. Bedrock ook. Kan ook. Bedrock kan ook. Met nog een tekstje eronder. Poort is 26006. Dankjewel. Zo kan je ook joinen. In ieder geval voor nu, dankjewel voor het kijken, jongens. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet niet te abonneren. En dan nu. Hoepsie. Kijk lekker deze video. Dat is namelijk een andere video. Heb je deze video nog niet gezien, moet je hem zeker even kijken. En dan ben je gewoon een hele topper. En een flopperwopper. Spreek later, glaasje water. Telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.